Welkom allemaal bij weer bij de volgende podcast. Vandaag met een zeer bijzondere gast, niemand minder dan Apostel Holder. Yes, welkom. Yes. Ja, dankjewel. En uiteraard Daan en Eda zijn er ook weer bij vandaag. Apostel, we zijn gewend om de podcast te starten met wat vragen. Kort en bondig moet u een keuze maken. Ja. En daarna kunt u wat over uzelf vertellen. Dus ik mag niet breken. Nee. Zeker niet. Kort. Bent u klaar? Ja, ik ben klaar. Ja? Okay. Pak of jeans? Jeans tegenwoordig. Voor altijd pasta eten of nooit meer sporten? Poep. Oh. Dat is heftig hoor. Hey, dat is al. Ja, je moet kiezen. Ik moet kiezen, ja. Voor altijd pasta eten. Ja? Of nooit meer sporten. Ja. Dan ga ik pasta eten. Cola of Fernandez? Cola. Safari met leeuwen of bungee jumpen? Eigenlijk geen van beide. Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Ja. Nou, dan denk ik dat ik toch voor de leeuwen ga. Ja, okay. Denk ik voor de leeuwen ga. Dog or cat? Wat een lastige vraag. Dan wordt het toch dog. Ja, ja, toch ja, wel. Ja. En dan de laatste. Uw auto scheef parkeren en op tijd komen. Of uw auto corrigeren en te laat komen. Ah. Ik denk scheef parkeren in dit verband. Ja, dit en, dan, verband. En dan toch om op tijd te komen. Jazeker. Oké. Nee, nou, dankjewel. Kort, bondig, leuke vragen. Ik ben een beetje geholpen door uw dochters. Oké. Okay. Dus ja misschien, misschien kunt u wat over uzelf vertellen. Iedereen kent u, maar misschien is het toch leuk om even wat over uzelf te vertellen. Ja, nou... ik ben geboren in Suriname natuurlijk en hier naar Nederland gekomen om te studeren. En ik ben blij dat mijn vader me geholpen heeft om goed te leren. Dat wil zeggen om mijn best te doen op school. Want door mijn studie ben ik eigenlijk hier gekomen en heeft God toch mooie dingen in mijn leven gedaan. En ja, de Heer heeft me geroepen. Het is het grootste voorrecht wat me ooit te beurt is gevallen. Dat God me geroepen heeft. Hoewel ik echt een drive had om arts te worden. En in de medische wereld. Dat vond ik echt bijzonder. Maar de Heer heeft me geroepen. En dat vind ik nog groter. Als, hoewel ik een drive had voor het andere. Vind ik dit heel bijzonder. Ja. Want ja, mooier is er toch niet als de Heer te dienen in je leven. Ja. En ja, van het ene is het andere gekomen. En God heeft in mijn leven zijn woord waargemaakt. Dat als hij je roept en je gaat bevestigen. En ja, jullie kennen het verhaal. Ja. Getrouwd met 5 dochters, ja. We hebben 5 dochters en reden om dankbaar te zijn. Ja. En een mooie gemeente, een mooie zeker, gemeente. Zeker. En hoe is dat nu, want u zit nu ook naast uw dochter. Hoe is dat samenwerken, hoe gaat dat? Bijzonder. Ja, bijzonder. Het heeft voor- en nadelen. Ja, daar willen we iets meer over horen. Nou, je bent heel dicht bij elkaar, dus het mooie is dat je vertrouwelijk met elkaar kan omgaan. Mm-hmm. Maar dat is ook tegelijkertijd kan dat je pitvol zijn, want je kent elkaar zo goed. Ik bedoel, ik denk dat mijn dochter makkelijker tegen mij nee zegt als een ander. Ja. Want je hebt 2 petten op, maar ik vind het boeiend, ik vind het mooi. Ik vind het een voorrecht dat de dochters in het werk van de Heer zijn en meedraaien. Ja. Geweldig. En als je die koppeling maakt, of zeg maar de brug maakt naar Ela, hoe zie jij je vader? Je bent op dit moment van alles. Mijn vader, mijn werkgever, mijn huisgenoot. Nee, heel bijzonder. Ik zie het echt als een voorrecht. Ik denk dat het heel bijzonder is dat je met je eigen vader zo nauw mag samenwerken, zoveel mag samenwerken. Zo'n band met hem mag opbouwen. En wat zeg, het gaat heel vaak goed. En soms knettert het eventjes. En hoe zou je er ook allebei een kop op zitten. Ze duikt ook wel eens weg. Soms zoek ik er eens onder de tafel gekropen. Het start en het stopt niet meer. Ja. Dus het is, en wanneer het uitkomt. Hoe ik hem zou omschrijven. Ja. Positief ingesteld. Onwijze drijf om zijn visie die God aan hem heeft gegeven voor de gemeente en Nederland, de wereld, te evangeliseren, om dat te bewerkstelligen. Die drijf is echt... Nou, ik moet de eerste nog tegenkomen die hetzelfde soort drijf heeft eigenlijk. Humoristisch en ontzettend wijs. Dus dat is op het enge af wil ik niet zeggen, maar...
als je durft te vertrouwen en te luisteren, ga je niet mis. Ja. Dat, ja. Ook als je soms zelf dingen niet inziet. Dat je, hè, of te logisch redeneren. Ik denk dat dat ons ding wel... Ik ben best wel rationeel. Net iets rationeler en iets praktischer dan... Maar het is wel zo, als je zegt, ik heb God horen spreken, dan is de discussie ook echt over. Misschien ook wel interessant om deze vraag aan Daan te stellen. Hoe maak jij je apostel mee? Ook nu van dichterbij natuurlijk. Ja, hij is ook dichtbij gekomen. Ik ben dichtbij gekomen, inderdaad. Ja. We hebben het er wel eens over gehad, om het zo te zeggen. Ik denk, los van... als ik echt naar apostel kijk als leider van de kerk, denk ik, wat Ede zegt, echt een wijs man. Iemand waarvan je denkt van, joh, daar kan je een probleem bij neerleggen en weten dat hij als vertrouwelijk er in ieder geval mee omgaat. En als ik hem zie naast zijn dochters, dan denk ik dat is echt een vader. Echt een vaderfiguur. Iemand die zijn dochters dicht bij zijn hart draagt, ze echt lief heeft en alles voor ze doet. En dat vind ik mooi. En ik mag daar denk ook een heel groot gedeelte van meekrijgen en ervaren en hetzelfde voelen als, ik denk dat ik dat wel zo kan zeggen. Hetzelfde voelen als hoe zijn dochters het voelen. Mooi. Ja. Goed. Ik bedoel, ik kom echt al sinds kleins af aan in de kerk. En hoe ik zie een enorme positieve persoon, echt een man van God en die zijn volk echt onderwijst en elke keer weer triggers geeft. En daarin laat u ook zien dat u elke keer weer die connectie met de Heilige Geest enorm belangrijk is. Klopt. En gewoon bepaalde woorden als zondag is goed, maandag is beter. Gewoon die, gewoon die dingen, weet je, die voor je heel je leven gewoon. U bent een enorme persoon van inspiratie. Dus dat vind ik echt heel mooi. En ik waardeer ook, ik kan me voorstellen dat het ook uitdagend is om een kerk te leiden. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon echt wel bewondering voor. Omdat veel in de kerk wordt zeg maar met de liefde van God en zo. Maar ik denk dat je ook, je moet ook wel visie hebben en daaraan vast durven houden. Mm-hmm. Dat kan ik ook echt enorm waarderen. Ik denk dat het echt een enorme verantwoordelijkheid is. God heeft u in deze positie gebracht. Maar ik denk dat we wel eens onderschatten wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Denk ik van dat de buitenkant. Dat mooi zegt. Ja, het woord onderschatten, dat raakt mij. Omdat mensen soms denken dat het, hoe moet ik het zeggen, dat eventjes maar gebeurt. Ja. Mm. Nummer 1 ben ik heel erg blij voor het team wat ik heb. De leiders die we hebben in de kerk. Mevrouw en ik, we danken de Heer echt regelmatig voor deze fijne mensen. Want een kerk kan je niet alleen runnen. Hè? Nee. De Heer Jezus heeft ook niet alleen een kerk gerund. En waar ik zo blij om ben, is dus inderdaad een team waar je op aan kan. Ze zijn geen vallen volmaakt, maar zijn wel betrouwbare mensen die van de Heer houden. En wat ik vooral gigantisch ervaar, is dat God helpt. Mm. Ja. Toen de Heer mij riep om voorganger te worden, heb ik hem gezegd, ik doe het alleen als u meegaat. Ja. Echt heel bewust gezegd, hè, want ik wist, als ik voorganger zag, begreep ik de problemen die er waren en die er lagen. Dus ik wilde het eigenlijk nooit worden. Ja. Maar er was een punt dat de Heer zei, ik roep je ervoor. Ja, en dat zeg je geen nee. Want als de Heer je roept, is een voorrecht. Ja. Maar ik heb wel als voorwaarde gesteld, is eigenlijk niet logisch hoor. Want als God je roept, dan helpt hij je. Ja. Toch heb ik gezegd, ik wil het alleen maar doen als u meegaat en me 100% helpt. En ik zie dat hij dat doet. Ja. Dus dat is reden om je te verheugen en dankbaar te zijn. In die roeping, hè, want ik geloof dat we allemaal een bepaalde roeping op ons leven hebben. En u heeft vast moeten houden aan de visie van God, ook al toen u het niet zag. Absoluut. Kunt u daar iets meer over vertellen? Voor ons jonge mensen is van, sommigen zijn nog zoekende van waar zijn we, waar heeft God ons voor geroepen? Kunt u daar iets meer over vertellen? Dat is een mooie vraag hoor. God roept ons allemaal. Ja. Hij heeft ons allemaal geroepen. En zelfs als God je geroepen heeft, dan weet je nog niet hoe de route gaat. Ja. Dus niemand hoeft daarin eigenlijk zich achtergesteld te voelen. Want wij allemaal moeten toch leren vertrouwen. Mm. Wat ik wist is dat de Heer me geroepen had om zijn woord te prediken. Maar ja, hoe het zou gaan, ik wist het echt niet. En ik heb ook momenten gehad dat ik me afvroeg, hoe moet dit gaan?
Want ja, je had je studie laten staan natuurlijk. En ja, hoe gaat het dan? Het is toch een route die je gaat. En, maar er was een oudere broeder die een keer sprak. En God had hem ook geroepen. En ik weet dat ik een keer naar hem zat te luisteren toen hij preekte. En hij zei, de Heere riep mij en ik wist niet hoe het zou gaan. Mm. En hij was verder inmiddels, want hij was al bevestigd in zijn roeping. Hij zei, maar ik heb gezien dat God getrouw is. Ja. Man, dat heeft me zo geïnspireerd die avond. Ja. En eigenlijk heb ik toen besloten om gewoon te dienen. De sleutel om je roeping te vinden is om te dienen. Mooi. Weet je wel? Mooi. Zelfs als je niet weet wat je roeping is, mooi, ga dienen. En dan gaat de Heer je leiden. Ja. Want er staat, door de Heer worden de schreden van de man, de vrouw, jongen, meisje, tiener bevestigd. Ja. Als je echt met hem wandelt. Dus uw advies is, als je zeg maar nog niet weet, ja, dienen. Dienen, het maakt niet uit. Want uiteindelijk is je roeping moet gestoeld zijn op een hart wat wil dienen. Hmm. Wat is het doel van dienen? Precies. Wat is het doel van dienen? Het doel van dienen is omdat je van God houdt. Eigenlijk gaat het om twee dingen. Je wil dienen, je wil God wil je dienen. Mm-hmm. Maar God dienen is niet mogelijk zonder mensen te dienen. Mm-hmm. Zie je, want Jezus zegt, hoe kan je zeggen dat je van mij houdt en niet van mensen houdt? Ja. Dus hij legt die connectie heel scherp neer. Hè? Ja. En zegt hij ook tegen Petrus, als je van me houdt, Petrus, help me schapen. Ja. Dus eigenlijk is dienen mensen lief hebben, mensen willen helpen. Een soort van karaktervorming. Ook. Mm. Absoluut, ja, in dat hele proces wordt je karakter gevormd, absoluut. En de Heer helpt je ook, hè? Ja. Want om echt liefde te hebben heb je God bij nodig. Maar als je gaat dienen en je doel is om mensen te helpen en om God te helpen, vanzelf gaat God je leiden. Ja. Zo heeft Jezus zijn bediening gevonden. Weet je wel, hij wist wel wat zijn roeping was, maar hij is blijven dienen. Hij heeft gediend als kind. En heeft gediend. En dan komt er een punt dat de Heilige Geest je richting gaat geven. En het maakt niet uit wat je doet. Ja. In je gezin, je studie, je werk, in de gemeente. Als je wat in de gemeente doet, doe het met vreugde, man. Ja. Doe het met vreugde. Nee, je kan het proces niet versnellen. Nee. Je kan het proces wel vertragen. Ja. Je kan het vertragen door met verkeerde motieven te dienen. Of denken, ja, waarom mag hij dat wel en ik niet? Die gewoon ding moet je niet hebben. Nee. Die dingen komen wel op je af. Ja, want ik wil net zeggen, ik hoor toch wel links en rechts. Nou ja, ik werk met veel mensen in de bediening. En dat is denk ik wel echt de grootste uitdaging. Je werkt met mensen en het gaat niet altijd even smooth. Dat gaat niet altijd even makkelijk. En daarom is Christ focus zo belangrijk. Ja. Je moet leren focussen, anders kan je niet van mensen houden. Want je wordt gesleept aan elkaar, inderdaad. Hè? IJzer scherp je met ijzer. En als je met mensen dient, kom je problemen tegen. Die loop je tegen het lijf. En dat is goed. Want dan blijkt waar het om draait bij jou. Ja, het is goed dat er problemen zijn. Het is goed dat het wel eens wringt met iemand. Ja. Het is heel goed. Ja. Want dan laat je zien uit welk hout je gesneden bent. Ja. Om wie draait het nou? Ja. En als u praat over het hout en het slijpen, hè, ijzer tegen ijzer, nou, dat kan soms pijn doen. Daar komen emoties bij kijken. Ja, precies. En hoe gaat, of wat zou u adviseren aan de jonge kijkers, de jonge luisteraars, met betrekking tot emoties en hoe je daarmee om kan en moet gaan? Ja, dat kan een pitfall zijn, hè, want die emoties die komen, je kan je bijvoorbeeld benadeeld voelen. Mm-hmm. Je kan met iemand van doen hebben die je niet begrijpt. De persoon begreep jou niet, jij begreep de persoon niet. En dan moet je toch leren om ook dat een plek in je leven te geven. En dingen leren loslaten. Ja. Ik heb een keer een droom gekregen van de Heer. Dat ik met een man op de rand van een zwembad stond. En we keken elkaar aan. En er gebeurde niks zolang we elkaar aankeken. Maar dan greep ik hem. En dan greep hij me. En het bleek dat hij sterker was dan ik. En hij stond op het punt me in het water te gooien. Dan liet ik hem los, want ik wilde niet in het water vallen. Ja. En dan liet hij me ook los. Dus, en dan stonden we weer naar elkaar te kijken. En dat heeft zeker een aantal keren geduurd. En elke keer hetzelfde proces. Hij deed me normaal niks, maar als ik hem greep, greep hij mij ook. Ja. En dan bleek hij sterker te zijn. Dus je moet leren dingen los te laten, want de dingen zijn sterker als jou. Ja. Zie je? En emoties moet je ook durven
overgeven aan God. Je mag dingen verwerken. Ja. Tuurlijk, we gaan allemaal dingen moeten verwerken in het leven. Ja. Maar toch ergens weer loslaten. Anders gaan emoties over je heersen. Ja. En dan kan je in bitterheid terechtkomen. Ja. Teleurstelling. En het kan je hele roeping laten missen. Ja. Ja. Dat is zo. Ik wil weten hoe Daan ermee duwt. Wat zeg je? Hoe Daan ermee duwt. Met je emoties. We bedienen al, denk ik, pak een beet. 10 jaar samen, denk ik nu. Nou, ik denk dat ik wat stappen heb gemaakt. Ja. Mag gezegd worden. Al zeg je zelf. Ik vind het wel, weet je, er zijn mensen die ook dienen, worstelen met emoties. Er zijn mensen die starten met dienen. Waarvan kan je van jezelf zeggen, nou, zo zat ik er vroeger een beetje in, nu ik een beetje ben geslepen, ijzer scherpt ijzer. Ja. Nu. Ja, nee, ik kan er wel wat over zeggen. Ik ben opgegroeid met 4 jongens thuis, 2 broers, 1 broertje. En als we het niet met elkaar eens waren, dan was het gewoon eventjes met elkaar toch even knoppen. Ja, dan heb je het gewoon even opgelost en daarna is het ook weer goed. Ja. Ik wil niet zeggen, want mijn pa zei ook altijd van, joh, zo gaan we niet met elkaar om. Maar ja, je bent toch een jongen die af en toe de borst vooruit en lekker knallen. Dus, maar uiteindelijk moet je gaan leren dat andere mensen dat niet op die manier oplossen. En ik weet nog 1 keer heel goed dat er was een voorval gebeurd. En toen kwam ik bij u in het kantoor. En toen zei je tegen mij, nou, ik zou het niet zo doen. Toen dacht ik, Het kan anders. Ja, dat kan anders. Toen dacht ik, oké. Nee, en dan is het aan jou eigenlijk om te, hoe ga je dat doen? En hoe doe je het de volgende keer? En ik denk dat zulke dingen eigenlijk, wat je zegt, dat slijpt je. Ja. En dat maakt ervoor dat je gewoon gaat nadenken over hoe reageer je. Maar ja, het is een proces. Het is een proces. Het is een proces. Ja. Dus ik denk dat ik er zo mee omga. Ja, het is, je leert gewoon. En veel erover praten en naar wijze mensen luisteren die je advies geven. En leer jezelf te corrigeren, want niemand is volmaakt en niemand heeft de 10 erin. Ja. Dus je kan soms ook een hele stuk van de weg gaan met je emoties. Ja. Maar het is belangrijk om tegen jezelf te zeggen, waar ben ik mee bezig? Ja. Joh? Ja. Soms kom ik thuis, mijn hoofd is dan zo vol of zwaar of ik kan iets niet begrijpen. En dan denk ik, kan je nou geloven dat? Nou, dan spuw ik en dan zegt hij, ah joh, dat is emotionele energie. Maar het zet me wel op scherp, want zo heb ik er mee om leren gaan. Als iets niet in lijn is met principes van God, dan weet ik dat het iets is waar ik mijn hart voor moet maken. Dat ik erover moet blijven praten totdat we het gecorrigeerd hebben. Als dat niet zo is, als het niet om een principe gaat of maar een meningsverschil of ziens, hoe je het wil noemen. Loslaten. U bent mens. Ja, wat zijn nou triggers voor u? Want is er ook ongetwijfeld dingen zijn? Het is elke keer wel dingetjes. Oké, nu moet ik wel scherp zijn. Ja, absoluut. Wat zijn triggers voor u? Ja, wat zijn triggers? Hè? Als iemand niet wil luisteren, vind ik altijd jammer. Mm-hmm. Tegelijkertijd begreep ik ook dat iemand overtuigd moet zijn van iets om die weg te willen gaan. Maar als dingen helder en duidelijk in de Bijbel staan en mensen gaan er tegen principes, ja, dat vind ik best wel lastig. Maar ook dat laat ik los. Mm. Ja, wat vind ik nog meer een trigger? Maar wat is een trigger? Dat hij boos wordt? Bedoel je dat? Ja, maar dat hij wel moet even tegen. Ja, wat zijn vlees een beetje kietelt. Ja. Ja, hoe zal ik dat zeggen? Als we het niet opgeruimd achterlaten, dan doen we dat. Als mensen niet gelijk luisteren, dan word ik beslist niet boos. Mm-hmm. Maar het triggert wel. Weet je wel. Maar ja, wat triggert mij? Poeh. Ja, ik zou het niet zo gelijk. Ela, wat triggert Apostel? Misschien dat. Nee, niet. Nee? Ik zie jou niet snel boos worden, hoor. Maar wel, als mensen niet willen luisteren, dan zie ik wel echt dat je bewogen bent en pijn hebt. Omdat je het beste met iemand voor hebt en niet iets zegt om iemand te benadelen. Of zelf je slaat je eruit te slaan. Je zegt dat omdat je die persoon een stap verder wilt helpen. En op het moment dat iemand dan niet luistert, dan kan ik wel echt zien dat hij emotioneel is. En dan gaat het vaderhart wel spelen. Zeg maar. Ja, precies. Ik ben echt eerder bewogen. Mm. Ik ben niet volmaakt. Nee. Maar ik denk dat ik gegroeid ben door de jaren naar dat punt. En ik corrigeer mezelf ook. Okay. Ja, want het is dus beslist niet zo dat er van binnen niks bij mij gebeurt. Mm. Maar ik heb leren corrigeren. Omdat ik gezien heb, God heeft geduld met mij.
Dan wil ik ook geduld met mensen hebben. Mooi. Dat is echt mijn filosofie. En de kinderen weten dat ik zo in elkaar steek, mevrouw ook. Ik denk zo, zoals ik geduld en liefde heb voor mijn kinderen, zo wil ik ze ook hebben voor God zijn kinderen. Ja. Ja, en dat is echt mijn drive. Ja. Je kinderen zijn je kinderen natuurlijk. En dat is een band die je niet kan veranderen. Toen ik tiener was, toen kon ik je wel boos maken. Ja, maar een gezonde boosheid is normaal. Ja, dat was het nodig. Is normaal, hè? Ja. Maar ik wil van mensen houden. En dat, het klinkt misschien een beetje vroom, maar zo steek ik wel in elkaar. Ja. Ik wil mensen helpen. Maar dat is zo'n groei door de jaren heen. Ja. Als u 3 principes zou mogen kiezen, waarvan u nooit zou afwijken. Ja. Welke zouden dat zijn? Nou, nummer 1, gemeenschap met de Heilige Geest. Mm-hmm. Zou ik nooit van me af willen wijken. Mm-hmm. De Bijbel lezen, dat moet je niet van me af willen pakken. En eigenlijk, ja, hoe zal ik het zeggen? Een gebedsleven. Mm. Want die 3 dingen, de Bijbel lezen, gebedsleven, het woord van God lezen. Sorry, de Bijbel lezen, je gebedsleven en je gemeenschap met de Heilige Geest beïnvloedt al het andere. Mooi. Beïnvloedt al het andere, hoe je met je vrouw omgaat, hoe je met je kinderen omgaat, hoe je met mensen omgaat. Dat zijn 3 pijlers. Ja. Oeh, ja. Dat is mooi hoor. En als we kijken bijvoorbeeld naar, u bent jong. Maar u bent ook jonger geweest. Okay, hij scoort punt, hij scoort punt. Maar als u kijkt naar zeg maar, die vroegere periode, laten we zeggen, misschien toen u een tiener was of toen u net in Nederland kwam. Wat zou u die persoon, die er misschien nu niet meer is op die manier, maar wat zou u die persoon adviseren? Ja, ik was toen natuurlijk niet wederom geboren, mm-hmm. toen ik hier kwam. Dus als ik iemand wat zou kunnen adviseren, is probeer God zo gauw mogelijk te betrekken in je leven als tiener. Mm-hmm. Want dan heb je echt strepen voor. Ja. Als ik dat over zou moeten doen, zou ik zeker de Heer erbij willen betrekken. Mm-hmm. Nou ben ik natuurlijk snel ook tot bekering gekomen. Maar je loopt heel wat gevaar zonder God. Mm-hmm. Ja, en dat komt omdat je niet alles overziet. Mm-hmm. Ja. Je bent niet gek, een tiener is wijs en scherp en kan slim zijn. En je kan ook slim zijn wat je schoolboeken aangaat. Maar qua levenswijsheid is dat toch een groei. Ja. En er is zoveel gevaar wat op de loer ligt. Ja. Ja, ik zou echt alle tieners willen adviseren om zo gauw mogelijk de Heer Jezus nummer 1 in je leven te hebben, te plaatsen. Ja. En een vriendschap met de Heilige Geest op te bouwen. Absoluut zeker. Apostel, wat is er? We zijn nu een jaar in deze periode waarin we leven. Uitbraak van COVID, et cetera. Wat is er voor u veranderd in uw relatie met God het afgelopen jaar? Is er daar verandering in? Of hoe kijkt u naar deze tijd? Er is zeker verandering in. Ik ben nog meer gaan focussen als ooit tevoren. Mm. Ik was altijd gefocust. Ja. Maar ik heb eigenlijk in deze periode gezien hoe belangrijk focussen is. Mm. En focussen waarop? Je vriendschap met de Heer. De woorden van God over je leven. Nadenken over het plan van God met je leven. Want op ons allemaal komen heel wat dingen af. Ja. Ik bedoel, als we zeggen dat het niet zo is, dat is niet reëel. Ja. Heel wat dingen komen op je af. Ik bedoel, de wereld is bol aan vrees en angst nu. En ik heb gezien de kracht van de woorden van God over je leven. Mm. Van, ik ben met je. Yes. Ik heb je geroepen. Mm. Ik help je. Man, dat maakt een verschil van dag en nacht. Ja. Echt. Ja. Ik vertelde het tegen mijn vrouw. Ik zeg, dit is een periode waarin ik nog meer de waarde zie van het woord van God, maar ook de vriendschap met de Heilige Geest in mijn leven. Want uiteindelijk is de Heilige Geest de grootste die er is. Ja. Meer als God is er niet. Nee. Alles gaat voorbij. Ja. ABN AMRO gaat voorbij, Nationale Nederlanden gaat voorbij, Feyenoord Stadion gaat, alles gaat voorbij. Ja. Maar God blijft. Ja, maar. Zie je? Dus als Hij gesproken heeft, je moet het zo zien. De Heer zegt tegen Mozes, ga naar Egypte en bevrijd mijn volk. Ja. Nou, dat was een klus, zeg. Ja. En dat is eigenlijk bijna tegen het gekke aan. Ja. Een man sturen om een volk te bevrijden.
Ik denk als je 1000 mensen op een rij had gezet en gevraagd zal dit lukken. Allemaal nee. Had alle 1000 nee gezegd hadden. Ja. Maar omdat Mokus zijn focus op God was. Ja. En op wat God zei, heeft hij eigenlijk laten zien dat Gods woorden groter zijn als ja. wat voor mensen ook onlogisch lijkt. Ja. En dat is wat ik nog sterker aan het leren ben. Ja. Is mooi hoor. Ja. Ja. Oh. Ja. In die momenten, want we zitten hier vaak aan tafel, dan hebben we het vaak over focus en refocus. Waarin we ja, momenten zijn dat je gewoon minder scherp bent of minder... heeft u ook die momenten dat u minder gefocust bent op de Heilige Geest? En hoe refocust u? Ja, kijk, er kunnen momenten zijn dat gedachten je meenemen. Ja. Mm-hmm. Ja. Iedereen heeft dat. Oh, sorry. En dat is het zelf corrigeren waar ik het over heb. Het is net autorijden. Mm-hmm. Eigenlijk, hoe moet ik het zeggen... Ik kan me niet herinneren dat ik een hele dag een bepaalde kant met mijn gedachten ben opgegaan en niet gecorrigeerd heb. Ja. Dus het is een training. Ja. Met autorijden leer je ook op tijd corrigeren. Mm-hmm. En dus ik heb ook momenten inderdaad dat gedachten komen, dat je dingen ziet, dat het naar binnen wil komen en dat je wil beïnvloeden. Maar ik heb leren corrigeren. Hmm. En je blijft het leren hoor, want dat blijf je doen tot je bij de Heer bent. Ja. Maar dat is zo'n grote zegen als je kan corrigeren. Ja. Zelfcorrectie, hè? Ja. Van nee, maar de Heer zegt dat. Mm. Ja. Nee, maar zus. Daar is die weer. Ja. Ja. En het is mogelijk voor ons allemaal. Ja. Want we hebben die vriend. Ja. We hebben die vriend, de Heilige Geest. Ja. Dus je hoeft niet... Het ligt aan jou als je een hele poos zonder hem gaat. Ja. S'avonds als ik in bed lig, voor ik slaap, ik praat met de Heer, ik fellowship met hem. Als ik midden in de nacht wakker word, je moet een keer naar het toilet, ik praat met hem. 'S morgens, de eerste met wie ik praat is de Heer. Ja. Ik focus op woorden die God me gezegd heeft. Eigenlijk ben ik constant Christus gericht. Ja. En natuurlijk zijn er dingen die je allemaal moet doen. Je gaat naar de winkel, je hebt vergaderingen, je hebt al die toestanden. Maar je kan je trainen om op God gericht te zijn. Ja. En het moet kunnen, want de Bijbel zegt, laat je oog op Jezus gericht zijn. Ja. Als het niet kon, zou God het niet gezegd hebben. Ja. Maar je hebt allemaal van die momenten dat je denkt, nee, dat moet me niet pakken, man. Ja. Ja. Soms kan er een gedachte komen die tegen mijn roeping ingaat. Ja. En dat ik denk, wacht even, maar hoe moet dit? Maar dan denk ik, wacht even, der heeft me geroepen. Ja, dat is de refocus. Precies. Ja. Dus, want ik kan me ook voorstellen dat de mensen hiermee struggelen om te corrigeren waar u het over heeft. Ja. Hoe heeft u leren corrigeren en leren refocussen op uw roeping eigenlijk? Ja. Je leert het in de praktijk om te zien dat het andere je nergens naartoe brengt. Mm. Ik heb... opgroeiend als christen heb ik soms gedachten toegelaten dat je denkt, waarom verandert dit niet? Mm. Waarom duurt het zo lang? En dan kom je op een plek van ontmoediging terecht. Ja. Dat zal iedereen hebben. Ja. Maar ik heb gezien dat de enige wijze om weer uit die plek van ontmoediging te komen, mm-hmm. is om toch terug te gaan naar wat God zegt. Ja. Mm. In het Engels zeg je, don't go there. Mm. Ja. Ja. Dus ergens moet je van die put wegblijven. Ja. Ja. En ik ben vaker opgroeiend te dicht bij die put gekomen. Ja. En ik heb gezien dat het heeft geen winst. Ja. Sommige dingen helpen je niet. Dus opgroeiende, want de Bijbel zegt je sterkte gelijk je dagen. Ja. Eigenlijk hoor je sterker te worden elke dag. Ja. Van sommige gedachten weet ik, dat gaat me niet helpen. Ja. Dat wil ik niet. Geen emotionele energie in dingen steken. En tuurlijk word je een keertje gepakt. Ja, maar als je maar die sleutel hebt ja. om te corrigeren. Ja, ja je moet bij die put wegblijven. Ja. Weet je, wat doe je om jezelf te corrigeren of weer... terug op het thema te pakken van, Christ focused. Ja, ik heb in, laten we zeggen, een anderhalf jaar enorm geleerd. Kijk, fysiek naar de kerk gaan viel weg. Mm-hmm. Ja, dus meer dan ooit, komt het neer op jouw relatie met de Heilige Geest. Mm-hmm. En dat had ik eigenlijk, gelukkig, had ik dat heel snel door. Dus, en veel viel weg. Je had meer tijd over. En die tijd ben ik gaan benutten
om dichter bij God te komen, om de Bijbel te lezen, om christelijke boeken te lezen, om mezelf te educaten op bepaalde onderwerpen, zodat ik daarin kan groeien. En ik moet zeggen, de laatste anderhalf jaar zijn heel erg waardevol geweest. En omdat mijn focus, het is echt meer dan ooit op God. Ja. En ik heb juist de tijd die vrij kwam, heb ik gezegd van wees de regisseur van mijn leven en ook mooi. Van mijn agenda. Mooi. Dus dat heeft mij enorm gesterkt. Ja. Mooi. Ja. En ik denk dat daarin wat je zegt ook, je hebt het over education en boeken lezen, dingen lezen. Ik denk dat ook een heel belangrijk punt is om te luisteren naar de juiste mensen. Ja. En de mensen die een bepaalde richting geven, een soort van geestelijke navigatie. Mm, weet je wel? En dat kan enerzijds kan het woord zijn, anderzijds is het gewoon net even de persoon die je goede vriend is, die de juiste dingen zegt. Ja. En dat is ook super mooi eigenlijk, of tenminste wat ik heb gemerkt. Mooi. Ja. Oh, ik vind het ook leuk dat je dat zegt, want hoe ziet u dat? Want meestal, mijn ervaring is dat als u heeft gesproken, dan wordt dat graag aangenomen. Maar u werkt ook met een team. Ja. En die traint u ook en die positioneert u ook. En soms zie je wel dat als zij eigenlijk uw stem vertegenwoordigen, dat dan net even wat lastiger erin gaat. Ja. Dus hoe zou je iemand adviseren? Wanneer luister je naar iemand en wanneer kan je voor jezelf de grens trekken van, maar ik denk niet dat of iets aannemen van deze persoon zin heeft? Hmm. Hoe breng je dat beter in balans? Want ja, telkens direct naar de hoogste. Wat waarom schud je? Ik ben benieuwd naar het antwoord. Nou, als je je Bijbel regelmatig leest, ga je hulp hierin vinden. Vind je hulp hierin. Ik heb leren luisteren naar mensen die de Heer boven mij geplaatst had om leiding te geven. Zuiver op grond van de Bijbel. Hmm. Omdat er staat, luister naar je leidinggevende, luister naar je voorganger, oudste regioleider. En ik heb gewoon Gods woord geloofd, van als de Heer dat zegt, is dat mijn weg tot succes. Hmm. En ik moet zeggen dat het me ook gigantisch geholpen heeft en beschermd heeft, door te luisteren. Het is een keus die je maakt. Ja. Het maakt niet uit of de persoon jonger is dan dat ik ben, dingen niet heeft die ik wel heb, als de persoon een positie heeft gekregen van de Heer om mij richting te geven, wil ik luisteren. Mm-hmm. Omdat dat een Bijbels patroon is. Jezus heeft het gevolgd. Paulus heeft het gevolgd. Dus het is zo'n keus die je maakt. Ja. En je kan allerlei menselijke redeneringen hebben en argument hebben om niet te luisteren, maar dan komt het erop aan of je voor het vlees kiest of voor de geest. Ja. Ja, en sommige mensen kiezen dan voor het vlees. Ik ga niet naar hem luisteren. Wie denkt hij dat hij is? Nee. Ga niet naar luisteren. Ze heeft ook fouten. Hij heeft ook fouten. Maar je luistert niet naar een leidinggevende omdat hij foutloos is. Nee. Je luistert naar een leidinggevende omdat het een patroon van God is. Ja. Zie je, kinderen leren ook naar ouders luisteren. Zijn ouders volmaakt? Nee. Maar ouders hebben toch de plek om kinderen richting te geven. Dus ja, ik heb al heel gauw besloten van, hey, en ik ben blij dat ik het gedaan heb, want nu ik zelf leiding moet geven, is het voor mij, hoe moet ik het zeggen, het zou me veroordelen. Mm. Als ik niet naar mensen had willen luisteren, die God boven mij geplaatst had, en dat ik nu van mensen verlang dat ze naar mij luisteren. Ja. Het is een keus die je maakt. Ja. Er kunnen duizenden redenen zijn om niet naar iemand te luisteren. Maar als je de persoon de plek geeft die God de persoon heeft gegeven, mm-hmm. en je luistert, gaat God jou zegenen. Ja. En dit is echt een sterk principe wat u hier neerzet. Nu werkt niet iedereen in een kerk of mensen zijn dan in een kerk betrokken, laten we het zo zeggen. Maar mensen hebben naast de kerk ook vaak een leven erbuiten of in ieder geval je werk, carrière, maatschappelijke carrière. Sport. Dit principe is best wel iets stevigs wat je neerzet. Dus luister naar de leidinggevende. Precies. Wat zou u zeggen, zeg maar, in een situatie, als u het luisteren naar de leidinggevende zou plaatsen in de maatschappij? Ja. Wat zou u daarvan zeggen? In principe blijft het hetzelfde, want het is een principe van God. Mm-hmm. Principes van God werken in de kerk en buiten de kerk, om het zo te zeggen. Ja.
Ik bedoel, ja, dat het leven is gewoon zo, hè. Willen luisteren, dat vind je op school, dat vind je in een bedrijf, vind je overal. Willen luisteren wil echter niet zeggen dat je niet praat. Zie je, want iemand kan iets van je vragen en dat je toch misschien inzicht hebt om het op een andere wijze te doen, dan mag je praten. Maar als de persoon toch die leiding geeft, bij hun punt blijft en zegt nee, we gaan het zo doen, dan moet je het loslaten. Dus luisteren betekent ook niet niet praten of gelijk ja knikken. Want ja, eigenlijk hoort luisteren te zijn in een patroon van samenwerken. Weet je wel? Ik vind het fijn dat mijn medewerkers, dat ik met ze samenwerk. Met de leiding in de kerk en met de gemeente werk je samen. Want dan heb je een team. En de mensen mogen praten. Ik zeg ook, elk gemeentelid mag met me praten. Ik kan niet met elk gemeentelid praten, is niet praktisch. Maar ze hebben het recht om met me te praten. En hoeven niet bang te zijn. En ik geloof in de maatschappij is precies hetzelfde. Je moet ook leren luisteren naar wat mensen zeggen. Maar als het toch niet past binnen de opdracht die jij hebt. En de visie die jij hebt. Ja, dan moet iemand toch zeggen, oké, dan gaan we die kant op. Eén moet toch de leiding hebben. En apostel, afsluitend. Wat wilt u meegeven aan de jeugd? U heeft een, uw hart gaat uit naar jonge mensen. U staat al jarenlang. Geeft u alles en u leidt mensen op voor de jeugd. En heeft u misschien wat tips, wat afsluitende woorden voor jonge mensen die hiernaar kijken en hiernaar luisteren? Ja, absoluut zeker. God is dringend op zoek naar jonge mensen om ze toe te rusten om zijn werk te doen. Want het gaat om mensenlevens. Het gaat erom dat iemand gered wordt of verloren gaat. En dat is niet iets wat een voorganger alleen kan doen. Of een paar leidinggevende mensen in een kerk. Is niet waar. De Bijbel zegt, God heeft de vijfvoudige bediening gegeven om het lichaam toe te rusten. Dat zijn dus ook jonge mensen. En jonge mensen, hoe moet ik zeggen, hebben zo'n gouden kans. Want je weet niet wat God met je van plan is. Maar één ding is zeker, God heeft zijn oog op jonge mensen. Hij had zijn oog op David, had zijn oog op Jozef, had zijn oog op zoveel, Jeremia. Je ziet, Maria was ook een jonge vrouw. Dus jonge mensen hebben gewoon de aandacht van de Heer aan alle kanten. Het punt is wel dat jonge mensen dat ook moeten accepteren en zeggen, ik ben belangrijk voor de Heer. En dan kom je weer uit op je Bijbel lezen, mediteren, nadenken erover. En ik kan niemand dwingen om zijn Bijbel te lezen. Ik zou jonge mensen willen adviseren om gewoon het tot een principe te maken. Om naar de Bijbel je te richten, naar het woord van God te lezen of te luisteren. Vandaag de dag kan je luisteren. Je Bijbel-apps en al die dingen. Ik vind dit zo gigantisch belangrijk. Zo ben ik begonnen. Een vervente Bijbellezer. En als ik dingen niet begreep, boeken erbij halen. En goed naar predikingen luisteren. Want het is een deel van je toerusting. Het tweede is dat jonge mensen serieus met God moeten praten. En niet bang zijn als ze fouten maken. God schrijft je niet af als je fouten maakt. En het is ook niet zo dat als je een dagje je Bijbel niet leest, dat er een engel met een stok staat. Is niet waar. God is een vader, weet je wel. Dus je moet de Bijbel niet lezen, want anders krijg ik een map. God map niet. Je moet de Bijbel willen lezen, omdat je weet, net als eten. Eten is goed voor jou. Zie je? En je eet niet voor je vader en voor je moeder. Nee, je eet voor jezelf. Als je slim bent, eet je voor jezelf. Weet je wel? En dat is met Bijbel lezen het geval. Met bidden is dat het geval. En nadenken over Gods woord. En vooral tegen jonge mensen zou ik willen zeggen, blijf met de Heilige Geest praten. En vraag hem om zich aan je te openbaren. Zeg hem dat je zijn beste vriend wil zijn. Man, als je dat doet, dan gaat hij echt op in. En God heeft jonge mensen nodig de tijd waarin we leven. Echt waar. En ik geloof zelf de komende doorbraak die er is, dat de jonge mensen daar een gigantische voortrekkersrol in gaan spelen. Omdat jonge mensen zijn bizar ze voor gaan. Als die gaan, je hebt natuurlijk ook de wijsheid van oudere mensen nodig. Is een combinatie. Maar de drive van jonge mensen. Nou, kijk hoe jonge mensen de wereld veranderen. Ja, zeker.
Kijk naar Black Lives Matter, wat er allemaal gebeurt. Hoe jonge mensen eigenlijk alles een bepaalde kant opdrijven. En andere dingen natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, dit is de dag voor jonge mensen. Ja. Er zijn jonge mensen die naar dit programma kijken. Sommigen zijn predikers, sommigen zijn directeuren van een bedrijf. Ja. Anderen zijn medewerkers in een bedrijf. Come maar on. Allemaal om invloed uit te oefenen. Ja. Maar niet iedereen is arts, niet iedereen is ingenieur. Nee. Maar het maakt niet uit. Ja. Iedereen kan wel effectief zijn. Ja. Je kan een huishoudster zijn en een heel gezin veranderen. Ja, ja. Ja mooi. Want we zitten allemaal in de positie van invloed. Ja. Dat is het. Omdat we geroepen zijn. Precies. Ja. Ja. Precies. Mooi. Paulus is eigenlijk, zijn leven is gespaard gebleven door de zoon van zijn zus. Want die zoon die hoorde, die zoon van zijn zus, dus zijn neef, hoorde wat ze Paulus wilde aandoen. Mm-hmm. En hij was opmerkzaam. Toen is hij naar een Romeinse soldaat gegaan. Nou, moest je ook moed voor hebben om dat te doen. Ja. En die dagen. Ja. Hij is naar een Romeinse soldaat gegaan en heeft hem gezegd: hey, wacht even. Ze gaan naar je toe komen en vragen dat en dat, maar doe het niet, ze willen hem doden. Ja. En die man zegt: zeg het aan niemand, jongen. Ja. Want hij wist, als ze weten dat je met mij gepraat hebt, dit zijn allemaal risico. Ja. Maar het was een jonge man, zijn naam wordt niet eens genoemd. Nee. Maar al de 13 brieven van Paulus, daar hebben we heel wat, daar moeten we met z'n allen heel dankbaar zijn voor die jongen. Ja. Ja. Dus zijn naam is niet bekend, maar hij heeft de wereld gered om het zo te doen. Mooi, hè? Ja, mooi. Mooie afsluitende woorden, apostel. En ik denk dat het ons alle motiveert om vol te gaan voor de Heer en onze focus meer dan ooit dan tevoren op hem te richten. Ja. En dat we afhankelijk kunnen en willen en moeten zijn van de Heilige Geest. Mooi, mooi. Ja, zeker. Ha ha ha.